elkaar helpt. En ja, dat je echt gewoon met een goed gevoel met z'n allen hier samen, ja, dat er gewoon iets moois ontstaat. En wat vaak handig is om, dat is niet voor jezelf, maar voor de collega's, om je punt aan de achterkant, om die goed rond te hebben. Dus ja, stel dat je zelf de punt heel mooi rond hebt, achter, dan is het ook wel handig om bij de collega's gaan eens te kijken of die dat hebben. Want het is met name degene die voor je rijdt, ja, die haakt soms in een scheur en dat been dat gaat naar achteren en dat prikt tegen je scheen aan. Dus kijk ook even bij je ploegmaat van, ja, wijs er even op dat ze gewoon echt die punt achter, dat een dubbeltjesvorm is. Wat in de wedstrijd verplicht is, kan ik ook even laten zien. Hij gaat nu een aantal voorbeelden erbij halen. Dat is bijvoorbeeld, ja, dit zijn snijvaste scheenbeschermers. En die zijn gewoon echt ja, heel ideaal. In de marathon is het ook verplicht om sokken snijvast materiaal te hebben. Maar als je zo'n scheenbeschermer hebt, ja, tenminste, ik heb bijna elke 200 kilometer wedstrijd wel een keer dat iemand of bijna voorover struikelt en die raakt met zijn schaatsen schenen. En dat, nou, dan heb je gewoon ja, praktisch geen verwonding, is ideaal. Dan hoef je ook niet, dan kan de dokter ook genieten van een mooie dag. Ja, er werd net gezegd, ik doe het niet om commerciële redenen, maar ik werk wel bij Stoudam. Ik dacht, oké, sorry. Ik heb een goed passende schaats en daaroverheen heb ik soms van het, ja, van het bubbeltjes plastic, wat je bij je verpakking soms wel meegezonden krijgt. En daaroverheen een thermohoes, dus dan heb je de voeten vaak wel lekker warm. Maar begrijp ik dan dat je eerst in bubbeltjes plastic wordt gewikkeld? Ja, dat doe ik over de, alleen over de neus van de schaats. Goed zo. Dan had je het ook nog over onderkleding. Ja, zoals, ik denk dat, de meesten wel goede onderkleding ook hebben. En ja, wat ik zelf de fijnste kleding vind is Kraft. Je hebt heel veel verschillende soorten merken. Maar je hebt, Kraft kun je ook in laagjes dragen. Ik heb nou bijvoorbeeld... Hij gaat zich nu... Ik heb zelf een lange trui en daar zit een ritje bij. Dat vind ik zelf ideaal. Als het 's morgens koud is, dan doe je het ritje dicht. En soms is het iets warmer, kun je het ritje iets open doen. Van deze handschoenen, dat zijn... Ja, twee vingers zitten er bij elkaar. Je kunt ook gewoon echte wanten nemen. Maar wij gebruiken het... ik gebruik het zelf met... Als het bijvoorbeeld min 15 is, dan heb je gewoon een binnenhandschoen. Maar overheen trek je gewoon deze handschoen. En dat is gewoon... Als het min 15 is, is dat gewoon ideaal. Dan heb je 's morgens lekkere warme handen. En als er na 2 uur het zonnetje doorkomt en je bent flink hard aan het schaatsen en het wordt toch warm, ja, dan kun je gewoon één paar even uitdoen. Jordan.